Mevrouw Oezoen, mevrouw Heikamp, het is zover in de Kuiperlaan. De dames zijn het zat. Eerst even bij u. Wat gaat er gebeuren vandaag? We gaan vandaag folderen, we gaan flyeren, we gaan posters ophangen dat de vrouwen van Nieuwland Schiedam het zat zijn. De ratten, het zwerfvuil. En ja, we hebben eigenlijk met z'n allen, alle vrouwen gezegd, we gaan er nu wat aan doen. En Schiedamse vrouwen verzamelen zich en gaan de straat op. Ja. Wat is precies de bedoeling? Jullie gaan plakken met posters? Ja, we gaan plakken. We hebben flyers gehad van de Irado. Die gaan we in brievenbussen stoppen. We gaan handtekeningen verzamelen. En we hopen, echt, we hopen... Hè? Ja, we hopen dat, ja, dat het... Dat we echt gigantisch veel... Verandering komt eigenlijk. Er moet verandering. Mevrouw Oezoen, u zei net zelf tegen mij ook al, u bent het ook helemaal zat, hè? Ja, ik ben het helemaal zat. Vooral, ja, en ze spelen buiten kinderen en wij lopen ook. Dus ziektes, daar komt allerlei ziektes voor en zo. Dus ja, vandaar... dat is niet de bedoeling natuurlijk, nee, hè? Zeker niet. Willy, hoe uniek is het dat vrouwen de straat op gaan? Dat gebeurt niet vaak niet. In Schiedam. Nee, maar wij zijn echte vrouwen. En wij kunnen laten zien in Nieuwland dat ondanks alle problemen die iedereen uitspreekt, dat wij in dit wijkje goed en leuk en zorgzaam met elkaar omgaan. En dat we met z'n allen een eenheid vormen. En daar gaat mevrouw Rad. Er loopt er juist een over onze schoenen heen. Nou, die zullen we dan maar laten gaan. Er werd gesproken over de gemeente, Irado. Zitten jullie al met elkaar aan tafel? Ik wel. Ja, u wel? Ja, zij wordt mijn compagnon in Krijn. Ja. Dus zij wordt ook een aanspreekpunt. Ja. Ze gaat mee. En alle andere vrouwen steunen ons. En helpen ons. Zo is dat. Ik ben Zeynep Uzun. Yemek artıkları, ekmekleri balkonda dışarı atmazsak çok iyi olur. O da neden? Kendi çocuğu, kendimiz için temiz bırakalım. Şeyimiz, mahallemizi temiz bırakalım. Yemek artığı, ekmek artığı lütfen atmayın. Atarsak fareler doluyor, o zaman da şikayetçi oluyoruz. Lütfen atmayalım bundan sonra. Mevrouw Heikamp, we zijn aan de slag. Folders worden bezorgd, mensen worden aangesproken. Ten slotte, waar hoop je nu op? Ik hoop dat we een hele mooie wijk krijgen. Waar iedereen tevreden is, waar we zomers buiten kunnen lekker zitten. Waar we met z'n allen een praatje kunnen maken. Ik hoop dat de bosjes weggaan. Ik hoop dat we bloembollen kunnen verzamelen. Dat we zelf onze tuintjes onderhouden. Ik hoop en ik spreek echt de wens uit dat onze kinderen hier veilig kunnen spelen. En de kracht van deze actie moet zijn allemaal inzetten, allemaal ervoor gaan. Saamhorigheid.